Het concept van Puurs is een musical hoor ik vandaag ook voor het eerst. What's in the names of Shakespeare? Nee, die staat. Onze dromen, onze plannen, die regeren de savannen. We vliegen op nog even en we slaan op wild. Elk probleem en elk verlangen houden wij hier niet gevangen. Wij zijn hier en wij zijn in het wild. Vier vriendinnen en... Ja, we gaan op vakantie en we maken van alles mee. Iedereen brengt zijn rugzakje mee met zijn emotionele bagage. En die worden dan wel toch een beetje leeggemaakt op bepaalde momenten. Hè. En soms is dat leuk en soms is dat heel grappig en soms is dat niet zo leuk. Mm-hmm. Maar ook dan weer zijn de vriendinnen daar voor elkaar. Ja, ze kunnen eigenlijk alles bij elkaar kwijt. Zelfs de dingen die ze oorspronkelijk niet willen delen, wordt dat op een spits gedreven dat ze dat toch vertellen. Ik denk dat de vriendinnen vooral hun vakanties gebruiken om een beetje bij te babbelen. Mm-hmm. Ik denk dat dat in het dagelijks leven drukke vrouwen zijn en dat die dan zeggen, we moeten er nog eens tussenuit en dan kleppen ze bij over wat er allemaal is gebeurd. En we relativeren alles. Alles. Vooral mannen ook. Ja, hoofdzakelijk mannen. Ja. Nodig ook wel, hè. Nee, niet helemaal, niet maar het is... Mannen, ik roep de buffel. Oh, nu ook al een buffelfluisteraar. Zeg, als we hier dan toch aan het roepen zijn, laat die eens twee stapjes dichter komen, want dan staat hij midden in mijn beeld en dan wordt dat een schitterende foto. Fantastisch, Lydia. Maar ik maak misschien ook een paar foto's van de buffel, die staat daar. Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen, want ze zijn ook allemaal heel lief. Ze hebben heel veel geduld, ze zijn heel rustig en ze leggen alles nog wel een paar keer uit en zeggen heel zachtjes of misschien zo, of... Allee, het is wel heel leuk. We krijgen hier ook heel veel ruimte om te proberen, om dingen fout te doen. En dat mag, en dat allemaal met de mantel der liefde wordt alles bedekt en dat is wel fijn. Voor mij toch. Ja, en er wordt ook niet gezegd van, ja, uw voorgangster die deed dat zo en zo. En die voelde dat personage zo of zo in. En er wordt niks opgelegd van, die is zo of zo of zo. Je kan er echt wel nog je eigen eigen kwijt. Van mij, die ging binnen, die woog 70 kilo. Ging terug buiten, 50 kilo nog. En dat was niet de bedoeling? Nee, die had toch wel een duim, hè. Ziekenhuisbacterie, dat beest heeft er op 2 weken tijd 20 kilo afgevroten. Wat? Zas. Wat meen jij niet? Ik zweer. Vorige edities hebben we ook gemerkt dat er altijd meer en meer mannen kwamen kijken en mee met hun vrouwen kwamen. Mm-hmm. En die vinden dat ook super. Die vinden sommige momenten, die lachen misschien op andere momenten, maar die vinden het ook geweldig om zo eens een beetje achter de schermen bij de vrouwenklap te zitten. En dat is ook heel tof. Nee, ik denk dat er geen drempels zijn. Ik denk dat alle mannen er zijn dingetjes van kan meepikken. Als zo over gepraat wordt, als je dat gemist hebt, dan zit er gewoon niet mee. Nou, ook omdat het heel herkenbaar is. Er worden heel veel onderwerpen aangehaald die iedereen bij zichzelf of bij iemand in de familie of zo wel zal herkennen. En alles wordt met een kwinkslag, de meest dramatische momenten worden met een kwinkslag toch positief gedraaid. En het zijn hartverwarmend. Absoluut. Je gaat echt met zo'n goed gevoel naar huis gaan achteraf. Feel good. Welkom. Wij zijn hier en wij...